onderzoek wat vandaag is gepresenteerd gaat over technologie en innovatie in de sport, sport en bewegen. Er gebeurt heel veel, steeds meer technologie, maar wat hebben we daar nu aan in sport en bewegen? En hoe wordt dat ook ontwikkeld? Want we hebben daar allemaal wel een beeld van, maar hoe zit dat nu in elkaar? Wat willen mensen? Hoe gaan designers te werk? Wat vinden gedragswetenschappers daarvan? Dat hebben we in een sessie. We hebben dat vanuit verschillende perspectieven benaderd in eigenlijk 4 presentaties. In het onderzoek dat we vandaag presenteren gaat het over een beslistool voor sportapps die we hebben gebouwd. Apps zoals Strava, Runkeeper die je tegenwoordig downloadt in de App Store zijn er 1 of 2 uit duizenden, zo niet tienduizenden. En wij helpen de consument wat betere keuzes te maken die ook beter aansluiten bij bijvoorbeeld de doelen die de consument heeft bij de sport. Het onderzoek dat ik gepresenteerd heb gaat over het ontwerpen voor een actieve leefstijl. Het gaat met name over hoe designers beweegmeters, smartwatches, apps ontwerpen om mensen meer aan bewegen te krijgen. Er zijn heel veel sporters, ongebonden sporters, met name in het hardlopen, het fietsen, het wandelen, die apps gebruiken. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat ze een meer beredeneerde keuze kunnen maken en dat ze eigenlijk een app kunnen kiezen die bij hun past? We hebben ontdekt dat bij mbo-studenten dat die motivatie om te fitnessen en spieren te ontwikkelen, dat die aanwezig is bij heel veel, vooral mannelijke mbo-studenten. En dat voeding iets is wat je daar dan aan kan koppelen. Dus in die app, we hebben een prototype van een app ontwikkeld, dus nog niet de echte app, maar een voorbeeldversie, zeg maar. En daarin koppelen we voeding aan fitness en we zien ook dat die mbo-studenten dat op die manier wel interessant vinden. Volgens mij heeft het geen zin als wij onderzoek doen wat niet implementeerbaar is naar de praktijk. Dus dat staat voor ons voorop. De gebruiker betrekken in het onderzoek. Als we iets gaan ontwerpen, dat die mee gaat ontwerpen. En echt heel scherp vatten van wat wil die gebruiker nu. Ik moet zeggen dat tot nu toe best wel het sportonderzoek en het voedingsonderzoek nog een beetje los staat. Maar het is heel interessant om iets meer die combinatie te gaan maken. De onderzoeken die ik zie bekijk, vooral met de bril die ik zelf ook veel draag, vanuit de technologie. En ik zie dat die technologie ook vaak als uitgangspunt wordt genomen. Ik kijk zelf veel meer naar wat voor problemen of kansen zie ik. En ik gebruik technologie daarin als middel. En ik denk dat technologie als doel en middel wel wat dichter bij elkaar kunnen komen. Het gaat over fashion, het gaat over draagcomfort. Maar het gaat ook over de specificaties, zeg maar, de technische kant van dat soort apparaatjes en apps. Veelal maken ze gebruik van het monitoren van beweeggedrag en het teruggeven van feedback. Maar dat wil niet zeggen dat dat meteen werkt voor alle gebruikers. Dus daar zouden ze een stap verder in kunnen maken met behulp van de expertise van bijvoorbeeld gedragswetenschappers.